Ja jongens, ik heb gemerkt dat toch een van de meest interessante dingen op het internet is zien hoe iets uit een doosje komt en dan in één keer een product is. Nou ja, het is weer zover. We hebben weer iets binnengekregen van Razer. Dit is namelijk de Razer Naga Hex V2. Dit is alweer de tweede versie van de Hex. Het leuke is, dit is een soort MOBA muis. Want ja, kijk, je kunt het net niet zien. Op de zijkant zit het dus onder je duim, als je tenminste rechtshandig bent, anders zit het onder je pink. Zitten 7 knoppen extra, dus dat is heel fijn. Dota, League, ik zit eigenlijk te denken misschien dat ik hem ga testen met Overwatch. Dat is misschien wel een goeie, maar goed. Ik heb een schaartje erbij gepakt, ik ben wel voorbereid deze keer. Het is tijd om de Naga Hex V2 uit de doos te halen, mits dit snijden goed gaat. Was dat het? Dat was het al, oké, dat gaat makkelijk. Mooi. En nou geloof ik, want het is heel vaak bij Razer met die mooie doosjes, hè. Dit is ook mooi, kun je hem ophangen zo, dan kun je dat... Ja, klittenband, alles. Na. En daar heb je hem dan. Kijk, je ziet het natuurlijk ook een beetje aan die zijkant. Oh, hij valt er praktisch uit. Oké, praktisch dit. Fijn. Ik moet wel zeggen, ik vind Razer is altijd leuk spul om te unboxen. Omdat het is altijd best wel mooi of zo. Het is altijd zo mooi ingepakt, weet je wel. Je krijgt altijd zo'n leuk certificaatje erbij van... Welcome to the cult of Razer. There's no turning back. Maar goed, dit is dus de muis, gold-plated, allemaal braided kabel, mooi. Ik zal hem zo ook nog even aansluiten, zodat je het weet. Het is eigenlijk een heel simpel doosje qua inhoud. Ik heb hier dan hieronder alleen nog even een handleiding, want dat hoort er dan toch ook bij. Nou goed, die halen we dan even uit. Dan ben ik wel benieuwd waar de stickers zijn, want natuurlijk eigenlijk bij Razer Chroma producten krijg je altijd zo'n mooie sticker. Ja, daar zijn ze hoor! Inmiddels ben ik er helemaal op voorbereid. Het is een Chroma product, dus hij kan in alle kleuren van de regenboog. En goed, ja, device layout, hè, dat je wel weet waar de linkermuistoets zit en waar de rechtermuistoets zit, dat moet je ook allemaal weten. Maar goed, dit zit er dus allemaal in het doosje, wat sowieso al wel echt een fantastisch mooi doosje is, met klittenband. Dus kun je gewoon bewaren om de muis netjes in te bewaren, I guess. En dit soort dingen zijn altijd zo moeilijk. Oké, die mag weg. En dit is dan ook wel slim om even eraf te halen, want anders dan werkt dat laseren niet zo heel goed. Zo, sexy geluidje is het ook. Ik moet wel zeggen, hij is veel kleiner dan ik dacht. Maar serieus, kijk hoe petit dit ding is. Dit is want ik ben echt die lange, langwerpige muis inmiddels gewend. Maar dit is best wel gewoon, best wel subtiel. En dan heb je dus hier die 7 knoppen. Met in het midden ja, een soort van extra gripje of zo. Maar weet je wat, ik ga gewoon even het kabeltje loshalen. Ik heb mijn laptop hier onder staan. Dan gaan we gewoon kijken hoe die het doet als ik hem gewoon direct erin steek. Hij is pas ook net op de markt en hij is met E3 aangekondigd en inmiddels is hij er dus. Maar goed, ik hoop dat de software in Nederland al uit is gerold. Want dan kan ik die zowaar gebruiken. Andersom. Yes. Voila. En dan gaat hij aan. En kijk hoe sexy. Hij staat volgens mij nou op Spectrum Cycling. Dat doet hij altijd als je iets aanzet. Dan, of ja, als je erin prikt en de software is er nog niet helemaal, dan gaat hij altijd alle kleurtjes rond, zeg maar. Maar goed, het ziet er wel sexy uit. Razer groen nou natuurlijk ook. Ik ga de software installeren en ik ga ermee aan de slag. Dus deze komt binnenkort in Gamers Netgear en natuurlijk een geschreven review, zoals ik ook wel heel vaak doe, met fotootjes erbij, heel verhaal, allemaal specificaties die niemand iets boeit. Nou goed, kun je ook lezen. Mocht jij iets willen weten over de Razer Naga Hex V2, welke games die goed is, heb je een specifieke vraag over de sensor, over de knoppen, over de chroma-verlichting, hit me up, je mag het allemaal hieronder je vragen stellen en dan ga ik aan de gang om dit ding fatsoenlijk te reviewen in Gamers Netgear en in tekst. Ik begrijp, hoef je niet te lezen. Doe je ding. Voel geen pressure. Ik ben er alleen urenlang mee bezig. Voor jou. Maar hoeft niet. Je kunt ook gewoon zeggen, doei na deze video. Van fuck it, ik kom nooit meer terug. Kan ook. Doet pijn in mijn hart. Kan ook. Maar goed, dit ding. Binnenkort. Gamersnet.nl